Dorien, jij komt helemaal uit Wijchen, kom je naar Open Koffie Ulft, hè? Ja, dat klopt. En wat is de reden daarvan? Nou, ik ben zelf een oud Achterhoeker en ik hou van open koffies. Ja. Ik heb wat klanten in de Achterhoek, dus ik kom graag het nuttige met het aangename combineren. Ja, en wij hebben het gehad over social media net. Jij geeft ook LinkedIn-workshops, onder andere, zeg maar, je doet veel meer. Maar we hebben dezelfde houding hebben gemerkt als het gaat over social media. Want... Ja, sommige mensen denken dan, het is maar een trucje. En jij en ik hebben allebei, het is een manier om klanten te bereiken, om service te kunnen verlenen, om dienstverlenend te kunnen zijn. Mensen hebben een vraag en jij kan ze helpen. Ja. Dat is geweldig. En komt dat ook omdat je jaren in Amerika hebt gewoond, denk je, dat je er zo over denkt? Wat ik daar gezien heb, is dat er enorme servicegerichtheid is. In Nederland is het toch vaak moeilijk. En in Amerika willen ze dat je tevreden bent als klant. Mm-hmm. Nou, en dan word je blij en dan ga je dat doorvertellen. Nou, dat werkt. En dat weten jij en ik ook. Ja. En dan ga jij 8 juli op het jaarfeest van Open Koffie, ga je daar ook iets over vertellen? Ja, dan ga jij wat dingen over Twitter vertellen, wat ins en outs. En ik ga wat vertellen over LinkedIn. Want als je jezelf op de kaart zet en laat zien waar jij voor staat en anderen gaat helpen, dan is iedereen blij. Ja, dankjewel voor dit korte gesprek, Dorien. Tot 8 juli, hè? Ja. Oké. Okay.